Ja jongens, we zien Van Mook nog Gennep gegooid en de Zuzal wat ze hier in de douche hebben zitten. Dat zien nou precies de dingen die we nodig hebben, die we vragen. Dus lever geen chips of al te veel zoetigheden. Dingen die op het boodschappenlijstje stonden. En die vind je, het boodschappenlijstje, dat vind je op L1.nl. Jong Nederland, in Gennep. 35 vrijwilligers, 150 kindjes die hier hun hart kunnen ophalen. En waarom, Remco, waarom doen jullie mee aan deze actie? Omdat wij belangrijk vinden dat iedereen tijdens de kerstdagen, maar eigenlijk het hele jaar, ook gewoon te eten heeft. Want wij hebben het goed, hè Anja? Maar wat ik zo leuk vind, is dat jullie als jongerenorganisatie ook een stukje bewustzijn kweken bij de jeugd. Ja, dat klopt. Dat vinden wij ook heel belangrijk om dat te doen. En daarom gaan deze week de kinderen ook dozen versieren. Hier staan de dozen. En die gaan de kinderen zelf versieren. Die nemen ze mee naar huis. Dan worden spulletjes ingedaan en brengen ze volgende week mee terug. En ja, dat is toch een bewustwording voor de kinderen om er zo mee bezig te zijn. Dat het belangrijk is dat iedereen wat te eten heeft. Jullie pakken het wel, moet ik zeggen. Jullie pakken het echt heel professioneel en goed aan. Want jullie, Remco, jullie communiceren, ik zie het hier, het boodschappenlijstje ook heel nadrukkelijk, hè? Ja, we hebben het bewust gedaan, want we hebben deze actie al, doen we al een aantal jaar mee. In het begin was bij ons niet helemaal duidelijk of er nou alcohol wel of niet mocht. En daar bleek dat we er toch best wel wat kregen, mensen die kerstpakketten hadden en dan de fles wijn aan ons gaven. En we hebben eigenlijk gezegd, ja, dat is juist wat we niet willen. Dus daarom bewust het lijstje erbij, zodat de kinderen kunnen kijken van wat mag er wel in en wat mag er niet in. Is het nou ook zo, Anja, dat de kinderen die aangesloten zijn bij Jong Nederland, dat die nou dadelijk ook, want jullie doen dit niet voor het eerst, ja, dat die nou dadelijk ook bij henzelf in de straat met een doos langs de deur gaan? Nee, dat doen ze eigenlijk niet. Het is de bedoeling dat ze die thuis vullen. Maar het is wel zo dat mensen van Gennep de hele week tussen 7:30 en 7:30 hier hun eigen doos in kunnen komen leveren bij de Blokhut in Gennep. En dat, we hebben ook overal aanplakbiljetten neergehangen, zodat mensen dat ook weten. Dus als je nog spullen hebt in je kelder, breng ze mee en breng ze naar de Blokhut. En wij doen ze in de doos en ze komen weer goed terecht. Ja. Jongens, ontzettend bedankt. Heel veel succes, want jullie helpen ons helpen. Ja. En dames en heren, het kan allemaal online, hè? Dus als u denkt van ik wil niet de straat over met slecht weer. Het kan allemaal online via L1.nl. Daar vindt u dus ook dat boodschappenlijstje.